We staan hier in de tuin van het Aartsbisschoppelijk Paleis. Ik heb hier burgemeester Bart Seumers bij me en ik zie alleen maar een zeer blije burgemeester, want dit is een moment dat we lang op gewacht hebben. Absoluut, hier is lang aan gewerkt, hard ook over onderhandeld om dit mogelijk te maken, om dus deze prachtige groene long in het absolute hart van de stad, om dat op regelmatige basis open te stellen voor het brede publiek. Dus elke woensdag, zaterdag en zondag is die tuin open voor alle Mechelaars. Hier kunnen komen vertoeven, van de natuur kunnen genieten en een beetje tot rust kunnen komen. Ja. Tot vandaag is dit eigenlijk, denk ik toch, in onze stad de enige privétuin die opengesteld wordt voor het publiek. Ja, absoluut. Het is een tuin die al 200 jaar eigendom is van de provincie, maar die in concessie gegeven wordt of gebruikt wordt door het aartsbisdom. Dus het was toch wel wat zoeken van hoe kunnen we de publieke functie combineren met het privatieve karakter van het aartsbisdom. Maar daar hebben we heel veel steun gekregen van kardinaal De Keyzel, die ook heel hard open stond voor het idee om zo'n grote tuin ook, laat ik zeggen, toegang te laten verlenen aan een brede publiek, wat dus met deze gebeurt. Het is eigenlijk een stiltetuin, dus ik veronderstel dat er nooit iets van evenementen zal georganiseerd worden. Nee, dat is absoluut niet de bedoeling. We hebben heel veel tuinen in de stad. Er zijn tuinen waar we kunnen spelen, waar we kunnen ravotten, waar we kunnen tuinieren. Maar hier is eigenlijk een tuin om tot rust te komen. Om even uit het hectische leven te stappen, om even uit de stad die altijd beweegt, altijd lawaaierig is, om hier te komen. En als de bijaard niet speelt, dan merk je ook hoe stil het hier is, hoe rustig het hier is, hoe rustgevend het hier kan zijn. Dit is wel een uniek project, denk ik, want ik denk niet dat er zoveel privétuinen zijn in Mechelen die kunnen opengesteld worden. Nee, dat is ook zo. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe plaatsen en we hebben er al wel wat gecreëerd. We hebben bijvoorbeeld, waar vroeger de Dixiabank zat, de kleine Rick Wouterstuin gemaakt. We hebben aan het ondernemershuis, waar bedrijven zitten, de ondernemerstuin, de O-tuin gecreëerd. We zijn nu bezig aan de bibliotheek en aan de docentenkazerne om ook een heel mooi binnenstedelijk stadspark te maken. Maar dit is toch een unieke plek, omdat je van hieruit ook minstens 4 historische kerken kan zien als je even rondkijkt. Mm-hmm. Je ziet ook de tapijt Weverij, de Wit ligt hier vlakbij. En je komt toch in de geborgenheid die deze aartsbisschoppelijke tuin altijd heeft uitgestraald. Ja. Welke kerken zien we van hieruit dan? We zien de Sint-Janskerk, de Begijnhofkerk, de Katelijnenkerk en de kathedraal. Goed gedaan, goede punten, burgemeester. Bedankt, hè. Ja, groetjes. Vandaag beleven we weer een prachtig moment eigenlijk. Dat is toch wel iets uniek, ook voor u, denk ik. Ja, toch wel, ja. Maar ik ben er wel heel blij mee. Hè? Ja. Het is een mooie tuin, een grote tuin. En eigenlijk een beetje te groot voor mij alleen. Hè? En ik denk dat het een mooie teken is dat we dat willen delen met mensen hier uit de buurt, die waarschijnlijk en heel zeker heel weinig groen hebben. En ik denk vooral aan mensen met kinderen of jong die hier komen, maar ook andere mensen die hier een beetje rust en stilte zoeken. Ja. Ik ben daar toch blij mee dat we dat kunnen doen. Ja. U zegt, voor mij is de tuin een beetje te groot. Ik denk dat je daar wel hulp bij kunt gebruiken dan. Hè? Ja, natuurlijk, ja. Nee, ik denk dat het een goede zaak is. Die tuin is echt, dat is te groot voor één iemand alleen. En voor het aartsbisdom zelf. Ja. En het is mooi. Het is ook wat we een beetje als kerk ook willen doen, als geloofsgemeenschap. Ons een beetje openstellen tegenover de samenleving. Ja. We zeggen aan de mensen heel dikwijls dat ze moeten leren delen. Mm-hmm. Maar we moeten dat ook een beetje doen. Hè? Ja. Ja. Ik heb hier dikwijls bij de kardinaal geweest en zo. En die muur, wij wonen hier juist naast. Het is een muur van 100 meter. Die is mitoyen met een tuin hier. Dus we hebben die helemaal gerestaureerd. Dat was een ruïne bij ons. Nu is dat niet een geheel. Nu zijn we heel tevreden dat het opengesteld wordt natuurlijk. Dat is heel belangrijk, hè? Voor de mensen, voor de wandelen. Het is toch hier in het centrum van de stad en zo. Dat is wel heel goed, hè? Prachtig, hè? En wij hebben al 3 jaar gezocht. Wij hebben altijd ons afgevraagd, gaat die nu open of gaat die niet open? En we hebben niet 1 keer geweest, 2 keer, in open deurdag. Prachtige site hier in het midden van de stad. Hoewel dat er naast
daarnaast nog een kleine renaissance tuin van manufactuur de Wit. Ik vind Mechelen heel aangenaam. Ja, toch niet slecht. Vrijbroekpark, Tivoli, Kruidtuin, ja, toch wel eigenlijk, ja. Ik heb hier gedeputeerde Luc Lemmens bij me van de provincie Antwerpen. Vandaag hier een opening van een prachtige tuin. Ik denk dat je heel tevreden bent hiermee. Ja, dat klopt. We zijn heel tevreden. Hè. We hebben vanuit de provincie jaren geleden het initiatief genomen om samen met de stad en met het bisdom aan tafel te gaan zitten. Dat waren geen gemakkelijke besprekingen, want natuurlijk grijpt wel in de private situatie van de bisschop, van zijn medewerkers. En het is niet evident om dan zomaar te zeggen van kijk, zet je tuin open. Maar we hebben daar heel goede gesprekken over gehad. We hebben goede afspraken gemaakt. En ik denk dat we allemaal heel blij zijn dat we vandaag zijn. En dat we kunnen zeggen dat die tuin binnenkort woensdag, zaterdag en zondag zal opengesteld worden voor het publiek. Ik denk dat dit wel een uniek exemplaar is eigenlijk, hè, deze tuin. Wel, dit is een zeer mooie tuin. Hè. En natuurlijk, die tuin is jarenlang is niet mogelijk geweest voor de Mechelaar om daar binnen te treden. Dus ik denk dat heel veel Mechelaars blij zullen zijn dat ze deze hier zullen kunnen ontdekken. Het is een mooie tuin met prachtige oude bomen in. De mooie magnolia die hier nu staat te bloeien. Dus ja, het is een mooie stilteplek voor de Mechelaar. Zijn er in de toekomst nog van die privétuinen gepland die zullen opengesteld worden? Wel, momenteel niet. Wat wij natuurlijk wel doen vanuit de provincie, dat is inzetten op de verschillende kerken in onze provincie. De leegstand bij de kerken, iedereen ziet het. Dus daar zullen ook oplossingen voor moeten gezocht worden. En daar gaan wij onze expertise ook wel ter beschikking stellen naar die kerkfabrieken toe.